Heb ik genoeg mensen die luisteren in Nikeri en in Parakomowene, Saramaka, Brokopondo, Sipali, Wini, Wani, Kamarowene, Koroni. Ja, jullie zijn maar, die mensen luisteren in Nikeri ook hoor. Ook al ben je daar niet op de radio, maar de mijn Arki Internet Radio. Ik groet u, de luisteraars dus en de mensen die naar me kijken. Ik ga je zeggen, ik heb de kans niet gehad om dit programma voor te bereiden. Dus, om te kijken wat we doen. Maar laat me beginnen, dames en heren, alvast de mensen die vandaag jarig zijn te feliciteren op 11 april. Dus, 11 april, ja. Steven Rodriguez. Lodi, dus maar aan mijn app. Daar. Terwijl mijn dagmiddag wacht even, 11 april. Ik kan het niet mis hebben, maar volgens mij. Kom, look op mijn app, ja. Allemaal sab, Lodi. Lodi, je verjaart die deda in het tijdje, mijn dagje verjaart. De app naar mij, de in het tijdje, mijn dagje tapoyari. Zijn om mijn app, ik kost trasma. Dat je verjaart. Dus ik denk dat Lodi 54 jaar geworden is vandaag. Wat dan maar aan 1970. Gefeliciteerd jongeman. Ook namens jouw vrouw Stephanie en je kinderen. En al jouw voetbalvrienden. Vandaag zou mijn moeder ook jarig zijn. Maar ze is overleden. Helaas. Gado Karing. Dat is een bijzondere vrouw geweest. Ze inspireert me lop poku. En dat vrouw inspireert me. Laat me mijn moment even nemen. Dus nemen jullie me niet kwalijk. Dat vrouw inspireert me. Want ze kwam elke keer als ze thuis kwam. Dat vrouw bij elkaar ook zo naar een plaat of een LP of een... Voor ik had eens een single. Dat we een platenspeler thuis. Dat vrouw dus uiteenlopend. Die hadden verschillende genres. Kaseko, Kanga, LP Funyun Ting, Kaseko Masters, Real Gano. Biggie dance, no man to photo, thank you man. For they no jazz, they ain't say be man. Ja man, of daarvoor ik kon aan de Loven Brothers, de allerbosten van Kenny Rogers, Lionel Richie, Dolly Parton. Nee, mijn moeder was een bijzondere vrouw. En ik gedenk er... Dat waren bladenspelers. Mijn gedenk aan vrouw. Tapadé Dizi. Ik heb daar libi 86 jaar abo tapu. Mama Zrak Gado Karing, dames en heren, op 17 november 2017... Eén dag voor mijn eerste meisje, haar verjaardag, Tahira. Ja, dat was een... En op deze dag, 11 april. Mami, ik weet nog, ze is in 1979 of 78 met een single thuisgekomen. En eigenlijk heb ik die song afgedraaid. Bij de uitvaart. Want dat bij de apogofo... Gary Rafferty, right down the line. Maar goed, de mensen die vandaag jarig zijn, Lodi gefeliciteerd. De gast van mij straks is ook vandaag jarig, heeft hij mij gezegd. En alle andere mensen die op 11 april jarig zijn. En de Wansa Laswa Lobby Wang, natuurlijk heel veel sterkte. Ben je ziek? Nou, van harte beterschap. Iemand zegt, dat deed wel mijn moeder ook, Celia Cruz. Ja, vroeger was het Disco Amigo. Daarvoor ook was er nog een single voor de Cats. Een single van LP van Billy Joel. En Karkong, naar herde je draaiplaat. Dat die vindt dat de buren in Lukuluki toen zie de poti. Boegroe met Fazaning. Boegroe met Happy Boys. De opo de raam.
De opa volume of abchin, platte speler. Na mi feat ide na dorozi, de wan sabi famining. Ja, dat zijn echt leuke tijden. Maar goed, laten we dat even parkeren, mensen. Me bigja bagan na Toridor te groeten de mensen daar bij het, wat is dat ding? Ik ben voor het eerst daar geweest hoor, bij het kantongebouw. Aan de combi, de mensen bij de receptie en de veiligheid. Ja, ik weet dat ze luisteren, want met iedereen dat de Marie Jeremy toch, de Marie Jeremy, ik was op hun terrein, hun domein, dus ik moest me aanmelden. Hallo, nee, aanmelden, dat ding gaat niet zo, hier is geen MFM. Wat gaat dwars door dorren drappen, maar barmi dat, hey, hier gebruiken we geen uitgangen als ingangen. Ja, dat waren, ik wil supporten, Rempa en die groep daar, bouwen en de dames die daar zaten. Iedereen allemaal, het was wel correct behandeld hoor, maar die man harmie op PC. En ik was bijna sprakeloos, want het was hun terrein, binnen de man ring. Dus hier normaal sikkie, maar dat hier hebben wij het voor het zeggen, want u bent gast. Natuurlijk, helemaal. Maar voor de rest, ik groet ze. Ze doen een goede job daar. Ik ben voor het eerst in het gebouw geweest. Voor Zoromi Jiwang, waar rechtszaal. Beef no hell. Maar goed, het is allemaal goed gekomen, dames en heren. Voor de rest wil ik u een fijne bakken naartoe wensen. We gaan praten over een paar interessante onderwerpen. Maar laat ons beginnen, want mijn gast is er niet. We beginnen takkie over bakken, over de criminaliteit. Omdat Momeki Arki als aanloop laat ik u horen het gesprek. En nogmaals, ik, vanwege het feit dat ik dus niet available was, heb ik weinig ruimte gehad om het programma goed voor te bereiden. Dus we gaan het maar zo doen, alvast als aanloop. Momeki Arki, een gesprek samen met Abinanga Sibrano Piki. Oh ja, komt ie maar. U kunt u goed... Ja, lekker wie ik maar bovenstaan, joh. Afrika. Geef me nu wat te drinken. Ik ga straks met hem beginnen. Ai, als aanloop, dames en heren. Wij, is dat maar criminaliteit. Sibani Upike is de man die vaak het protestacties heeft georganiseerd. Niet altijd succesvol. Maar ach, de mensen zullen wel hun reden hebben waarom ze niet echt altijd opdagen. Maar ik vind dit wel een goed initiatief. Dit is geen protestactie tegen wie dan ook. Het is een. Famakarazani, het is een loop. Ja, hij wil een loop organiseren. Om aandacht te vragen voor de heersende criminaliteit. Want Amantaki, dames en heren. De criminelen worden steeds jonger. En de groepen worden groter, want tegenwoordig, de meikom beroof je naar drie, naar vier, naar vijf, zes man. Lekker, een beroofing zo bij China, Kasaba Olo. Daar zaten zeven mensen, dames en heren, in wat Chiwagi. De man best doen, de man best doen, in een kofferbak. Dus, dat is het allemaal geworden. Wij hebben dus... ik vind het een goed initiatief. Omdat eigenlijk... A criminaliteit is jumankeri. En a criminaliteit is zorgo taki mensen onzeker worden. Dus in elk geval heeft hij gezegd... Ik ga een loop organiseren tegen de criminaliteit. Zei hij me gisteravond. Upota mayna nyusuti de mating. Maar voor bini meka programma waka... Dan Momeki Arkisasi Brano Piki. Taigi me in gesprek over zijn initiatief. Laten we luisteren. Dat die berovingen steeds dichter bij je komen. Toch? Bijvoorbeeld, ik ben een para. En vroeger hoorde je zelden dat er berovingen worden gepleegd hier in het district Para. Ik ben hier in Fossi, in de Staten, in het Noorden, in het centrum van Paramaribo. Maar dat het zich nu is gaan verspreiden... In Suriname en dat het ook is gaan verergeren. De Boikomoro Grofu, de Boikomoro Jongu.
En het is bijna niet meer te houden. En visa-san zodat bijna wang in een veiligheidsgevoel in haar kondre. Toch? Dus dat ding baart me zorgen. Dus vanaf ik zeg van nou, ik wil even een signaal geven of Wiki Suma ab asanat ine anu. Voor Sitaki bijvoorbeeld aan bevolkingen met zorgen naar toename voor criminaliteit en afverruwing natuurlijk. Maar waarom heb je voor een loop gekozen en we kennen je als de man die vaker naar protestactie IBE organiseert, toch? Kijk, ik kies voor een loop omdat ik in het verleden heb ik ook zulke dingen georganiseerd voor bijvoorbeeld geweld tegen vrouwen en kinderen en dat soort dingen. De loop dat niet hoor ik, maar op den duur is het de van oude voor tjara bewustwording kon voor aan het na of wat boven maar ik denk dat die a criminaliteit je dame af voor sloten a crimineel of voor zo dat crimineel trouwen. Maar als een apo oorsprong pe als een ik mopo en mi vindt dat ka oorsprong noemde want deel voor een gemeenschap, ik zeg bewust een deel van de gemeenschap. Het lijkt alsof ze de criminaliteit hebben ontarmd. Ze omarmen criminaliteit, omdat bewust onbewust, de mij ondersteunt criminelen, waardoor de man is de man kan gewoon door naar de activiteit of ding. En dat gebeurt in verschillende vormen. Ik me begint dat nog aan een werkbaar, maar ik vind dat gewoon deel voor de samenleving. Ik denk dat de mij stimuleert aan criminaliteit, bewust onbewust. Dus na. Als je dat aanroept, dan kom je dus maar naartoe. Want in elkaar, de jullie ouder of verzorger, of jullie vriendin of vrouw voor een man, is dat dat iemand in roko of is dat dat. Is erger nog als je weet waarmee hij bezig is en dat je dat ondersteunt of dat je niks zegt. Isabi. Dus een bewustwording moet ko ook toe in a samen, vanuit de samenleving, behalve voor een korps. Dat je ook kan ondersteunen en die criminele kiberrepressie of een bepaalde vorm voor behandeling lijkt je motiveren aan van man Godoro of van man Komorogri. Dus dat is ook een deel van mijn boodschap die ik wil geven. Ga je met anderen samenwerken om dit te doen? Ik denk dat ik altijd heb geprobeerd om met mensen samen te werken. Dus natuurlijk ga ik in de loop naar de datum toe, ga ik contact maar opnemen met groeperingen die zich hierin hebben gespecialiseerd. Sabi toch, Masa, ik ga ook slachtoffers uitnodigen. Sabi, want er zijn een aantal slachtoffers gemaakt. En wat nog erger maakt, dat de man het beroofd biggie biggie sma. In kring kring deed man het de bezig, brada. En als hij kon steeds more erg, me begin volg als hij niet. Als hij begin irriteer me vanaf wat deed, die de boy geroof a biggie sma, sabi is door in een rolstoel. Is dat wat filmpjes heb ik ooit. Dan begin je volgens mij aan dat steeds weer raken bejaarde mensen, senioren, burgers, betrokken bij berovingen. En als dat daar aan elkaar leuk moet toch. Zabi, dus want duidelijk signaal moest gi. Dat je in de instanties samen met de indruk naar Asanisi. Met de man dat kon volgen dat nou, we moeten iets eraan doen. Want de Surinamer voelt zich al niet veilig in zijn land. Hoe willen we Suriname toeristvriendelijk maken? Vooral als de eerste toeristen of de meeste toeristen die dit land bezoeken zelf Surinaamse achtergrond of origine hebben. Dus het is maar dat schrijft nu aan Kassel naar Moro. Daar is dat ook dat brada da ukata patenti. Je zei net in de loop naar de datum toe, wanneer ben je van plan te organiseren? Zo snel als mogelijk, want het, moet, het neemt ergere vormen dagelijks toe. Na een moment, dus zijn er komoren erg en we dat voorkomen. Dus ik denk, het moet al van de week gaat het niet meer lukken, denk ik. Het gaat te snel zijn, boom. Dus ik focus op 16 of 17 april. Dus dat is dinsdag 16 of 17 april. En we zitten nog met de tijd, if na maanding of mofonetie wat doen. Dus daarom zeg ik met dat woord, omdat anomie wang naar het nemen kan. Oké, en zoals je net zegt, is het de bedoeling dat je dus hoopt dat de instanties het oppakken. Als organisatie vind je dat vanuit de regering er voldoende gewerkt wordt aan het tegengaan van de criminaliteit? Of, en heb je daarbij ook voorstellen?
Daarom juist toch, ik vind dat er weinig tot niks gedaan wordt om de criminaliteit in te dammen. Terwijl we constant horen dat veiligheid een beetje is gegarandeerd. We horen dat verhoging van zichtbare politie-surveillance, al dat soort dingen. Al dat soort dingen dammen de criminaliteit nog niet in. Er zijn een aantal zaken dat je nog kan beginnen te doen om alvast te voorkomen dat je meerdere criminelen erbij krijgt. Want als we praten over veiligheid in Suriname, dan zou je als eerste de vreemdelingenwet moeten aanpakken. Als vreemdelingen, als dat de man pakken, want Suriname is altijd een land geweest waar we dit soort dingen hebben gekend. Maar de ergere vormen hebben te danken aan de zoveel vreemdelingen die in Suriname komen. Is dat ik heb door Oppo, je hebt Colombianen, Venezolanen, Cubanen, Haitianen. En al die mannen komen dan met hun eigen manier van criminaliteit. En wij Surinamers, dat ik ook go voor mijn Mati snel klef. Dus Mati zal me snel voorzien, denk ik. Heeft nou een voetballer in het lek Venezuela naar Mauleri pre, bal naar Emaniri, mij vindt niet aan een voorman. Hij zat ook naar Emaniri. Dus min of in takie de instanties treffen genoeg maatregelen voor dama criminaliteit in. Integendeel, min vindt takie bepaalde handelingen in pleeg bij je zin crimineel voor Libië binnenland, voor coin a foto. No op optie en voor go uno man keri ja zo in een foto saro kotranga voor de san voor nu. Dankjewel, Cibrano Piqué. Ik zag iemand zeggen hij wil weer aandacht. Maar ik vind niet dat hij aandacht wil. Ik vind het een goed initiatief. Bij deze ga ik zeggen dat ik vind dat hij iets goeds doet hiermee. Want, jongen, Aladdin, kijk, ik ga een beetje bij wijze van uitzondering. Ik kijk naar Waterkant. En ik klik open. En ik zie een bericht hier. Bejaarde man tijdens harkenberoef. Amei harken jari. De 77-jarige FD is gisteren op klaarlichte dag aan de Claudiastraat, Peradé, ik weet niet, beroofd van zijn halsketting. De schrijft tegen go harka jari puri keti puri linga, de go hark. Vernomen was dat hij bezig te harken toen twee mannen op een bromfiets aankwamen rijden. Volgens het slachtoffer is een van de rovers van de bromfiets afgestapt. Hij sprong vervolgens over de schutting, mensen, en heeft de halsketting van de harkende bejaarde man weggerukt. Na de daad is de verdachte achterop de gereedstaande bromfiets gesprongen, waarna ze wegrieden richting de Aguilalaan. Oh, dat is het zijstraat, ja, een zijstraat van de Frangipanenstraat. Hermitage Aai. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Hij heeft niet gezien of de verdachte gewapend was. Uitvlucht, politie, bla bla bla. Dat is één bericht. Dan zeg ik nog een andere. Ik blijf nog even met mijn reclame hier Waterkant. Ze citeren ons ook hoor. Maar dat is pas als de man Bering Jans, man. Dat er eens kijk wat Silas gezegd heeft. Onderneemster in slaap overvallen. Een onderneemster die in diepe rust verkeerde, is in de nacht van dinsdag op woensdag onaangenaam verrast door een man in haar slaapkamer. Nou is het zo, vrouwen, stel het op prijs als ze een man in hun slaapkamer zien. Maar dan is het hun man, maar geen rover. Het is gebeurd aan de verlengde Frederikshoopweg in Suriname. Rond 3 uur afro skreeki wiki en zag de man in de slaapkamer met een mes. Onder bedreiging van het mes, Amangwanga $5.000, 5.000 SRD hoor, gouden sieraden en een mobiele telefoon en haar autosleutel. Na de daad is hij uit het huis weggerend. De politie van Sandhoedorp was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Daaruit is gebleken dat Aman voorzeer een voordeur en hij is daar binnengekomen. Er was nog een bericht bij Nibelisitak de Mapura Schutter. Maar ik denk dat in een ander moment, wanneer we wat meer ruimte hebben, ik denk dat hij, if hij op Schutter nee of zo, is het beste om die dingen te proberen te vervangen. We weten dat mensen het heel erg moeilijk hebben, Isabi. Maar ik denk dat Schutter, voorzien denk ik, misreffiet en Bamborokwe, Isabi,
Dus schutter, dat is dat. Tenminste, toen ben ik aan het dat met psa. Nu volgens mij ben ik aan het rij. Maar het is wel nodig om mee te gaan met de aanpassingen. Niet dat dat gaat maken dat u daar volledig veilig bent. Maar de meid is dat heel lief ijzer. Nee, dus die Brano Piquet heeft gelijk. Ik vind dat we hem moeten gaan ondersteunen. Niet om te gaan schreeuwen van weg met regering en weg met Chan. Maar wel om te zeggen, worden jullie wakker en we willen beschermd worden. Dat is, ik denk niet dat dit de bedoeling is om, om een regering weg te sturen of whatever. Maar het is, moet wel een signaal zijn van overheid, regering, minister. Doe wat aan de onveilige, de steeds toenemende onveilige situatie in het land. That's all we're asking. Maar ja, meneer Diana Dwarka, die heeft meestal aan mij knikken te met Taki, maar vandaag zit hij naar me te kijken alsof blijkbaar voelt Diana zich veilig. Goedemiddag. Veilig, veilig. Wie voelt zich veilig? Goeiedag, luisteraars. Je hebt geen shutters toch? Nou, je bent nooit veilig genoeg in dit land, hè? Ja. Trouwens, nou, ik heb het ook publiekelijk kenbaar gemaakt. Dat is zelf ook niet lang geleden. Slachtoffer ben geweest van een poging tot beroving van mijn halsketting. Seriously? Echt waar, en ik waarschuw aan ieder. Je kan in dit land, Cliff, echt wel, als je veilig wil zijn, je kan niet met één gouden sieraad over straat lopen. Dat moet je niet doen. Ik heb je ook nooit met een ketting gezien. Ja, nou. Heb ik het hier? Een hele tijd heb ik een ketting gehad. Gelukkig dat dat een poging is geweest. Het is niet gelukt dat de rover... Vertel, waar is het gebeurd? Nou, ik was onderweg van huis naar kantoor. En dan draag ik een gouden ketting, een mooie gouden ketting, onder mijn hemd. Je is nauwelijks te zien. Je kan het alleen maar bij mijn hals even zien. Hmm. En ik kwam, was in de Slangenhoutstraat, Hennetenstraat. Was er een grote file, heb ik de Christoffel Kesselstraat genomen. Maar ook, dan neem ik de laatste afslag om weer terug te komen op de Hennetenstraat. Christoffel Kesselstraat is de zijstraat van de Kangadri-straat, toch? Nee, ja, Kangadri-straat, maar ook een zijstraat van de Slangenhoutstraat. Richting Kangadri-straat rijden, toch? Dan neem ik de laatste afslag om weer terug te komen op de Hennetenstraat. Mm-hmm. Maar bij die afslag was er ook een file voor mij. En ik zag een jongeman aan de andere kant staan. Mijn ruiten waren open. Het was vroeg 's morgens, rond 8 uur. En ik dacht van... En die man liep naar me toe. En zei van... Biggie man, jouw faya gimme. Intussen. Gelukkig was mijn raam half open. Hè. Heeft hij gepoogd om mijn ketting weg te rukken. En ik heb hard met mijn hand weggeslagen. Mm. Ja, die poging is toen bij een poging gebleven. De man longwe. Maar het ergste is... Het was in de periode van COVID. In de periode van COVID. Dus er was... vanaf 6 uur was er lockdown in het land. Mm. Maar ik moest naar een vergadering. Ik had ontheffing om over straat te zijn. 2 dagen daarna reed ik in de Koppenamenstraat. Nee, Shaman. Richting SOB ga ik niet. Het was rond 7 uur, kwart over 7 s'avonds. En er waren heel weinig auto's, omdat er sprake was van lockdown. Dus 's avonds zijn de rovers dan bezig om slachtoffers te identificeren en toe te slaan. Dus er waren twee mensen in een pick-up. Waarschijnlijk die rover die gepoogd had mij te beroven die dag. Die zat er ook in, die heeft die auto ontdekt, mij kunnen herkennen. En ik was in de buurt. Van het stoplicht, waar vroeger een bank was. Koppenamenstraat en Koesewijnenstraat. Mm, ja, die richting ging ik. En ik werd ingehaald door die pick-up en die probeerde voor mij af te remmen, zodat ik niet doorheen kon. Mm. Een aantal pogingen gedaan om mij tot stilstand te krijgen. En ik hield een afstand van zeker 20, 30 meter. En op een gegeven moment staat die pick-up voor mij en ik sta daar ook stil op een afstand van 30 meter van die pick-up. En ik dacht van, nou... Je had geen wapen? Nee, ik heb geen wapen.
Dus die dacht van, als ik lang zou rijden, zouden ze me hebben gepakt natuurlijk. Maar ik keek wat zij deden. Op een gegeven moment reed die pick-up achteruit naar mij toe. En ik dacht van, nou man, nu... Plangas? Nee, niet plangas. De enige optie die ik had is over de berm. De Koppenamenstraat heeft twee rijbanen. Dus gewoon over de berm op de andere rijbaan ben ik teruggekeerd. Zo is de, ook die. Want die dacht van, oh, het is die meneer met die ketting. Mm. Hij moet hem wat hebben. Dus echt wel. Dat is een rijblazing. Nee, maar het is verschrikkelijk. En ik adviseer nogmaals, Cliff. Iedereen, toch? Hoezeer je gesteld bent op een mooie sieraad of een mooie ketting. Om daarmee niet over straat te zijn. Anders breng je lief in gevaar. En heb je mij haar aan kijken? Maar ik heb geen probleem niet een keer. Want met de rug de mij haar aan. Gelukkig. God was met mij. Ja. Laten we hopen dat Gado de ook toen aan alle interesse de mij beroofd. En nogmaals, ik vind dat we... Ja, toch ben je met me eens dat het een goed gebaar is van Piqué? Ja, absoluut, dat heeft niks zolang te maken. Zolang er maar geen rotzooi ontstaat dat en zo. Dat heeft niks te maken met politiek. Ach, wel, hoeveel signalen moeten we nog geven? Echt wel. Dus, kijk, ook dat geval van die oude man, die senioren burger en de twee kinderen weg. De man Kira, man. Ja, die man, je weet niet hoe die man dood is gegaan. De man stik zeker toch? Dat is, ja, als die man 3-4 dagen gekneveld daar heeft gelegen, zonder een druppje water. Nee man, dit is... We moeten de mensen ook leren, hoe maak je je los als mannen je vastbinden. Dat zijn dingen, dat zijn tips die we aan elkaar moeten geven. Ja, maar een man tijer rappie in Malus, is er even, een oude man van 78 jaar, Cliff, jongen, je weet niet hoe hij tot zijn einde is gekomen. Dit is verschrikkelijk. Nee, dit mogen we in dit land niet hebben. Ja. Er moet gewoon een terror squad komen. Nee, dit moet je echt rigoureus aanpakken. Oké, maar goed, het is goed om daarover te praten. De andere gast die hier zit, die is ook beroofd, zegt hij. Dus daar komen we straks op terug. Dat zei je me toch? Ja, bij jou ook beroofd. We komen straks bij jou. Diana is hier voor wat anders. Het heeft te maken met de energietarieven. Er is schot in de zaak gekomen, vertel. Er is schot in de zaak. dit is echt wat wij, waarop wij niet zaten te wachten, Cliff. Wij hadden gehoopt natuurlijk. En dan kan je zeggen van ja, had je daarop moeten zitten wachten. Maar laat me dit ervan zeggen, dat wanneer er... Nagenoeg de totale samenleving goed gefundeerd en onderbouwd heeft aangegeven in de afgelopen maanden dat de verhogingen van de IBS-tarieven zoals die op ons zijn losgelaten, zoals die op ons zijn afgekomen, dat niet goed is voor de samenleving, dat we dat niet zouden moeten hebben. U kunt geen ene groep maatschappelijke groepering, dan welke groep dan ook noemen in dit land, die zou hebben aangegeven dat zoals die verhoging is doorgevoerd door de regering, dat goed is. En dat die verhoging door deze samenleving, die al zo getergd is door allerlei lastenverzwarende maatregelen, dat deze samenleving ook deze toch wel naar mijn gevoelens een ingrijpende en een forse verhoging zou kunnen dragen. Zowel de oppositiepartijen in het parlement, en u weet het, al geruime tijd worden door de oppositiepartijen in de Nationale Assemblée bij de regering erop aangedrongen om hierover een debat te hebben. Die vergadering is menig keren uitgeschreven. Hopelijk vindt het vandaag voortgang. Voortgang. Dan met wie ga je debatteren? Want de regeringsdelegatie, met wie je dat zou moeten doen, de minister van NH, de president, die zijn er maar niet in het land. Dus gewoon voor de forum. NH is meegegaan, is er gewacht op dit moment. Maar ik denk niet dat dit het juiste moment is om dit debat te voeren over de hele energiekwestie. Dat is één. We hebben het gezien dat zelfs ook de staatsraad, die het adviesorgaan is van
de regering, bij meerderheid gefundeerd en onderbouwd heeft aangegeven om niet mee te gaan. Maar de president kan zeggen, maar het is een advies. Ja, nou kijk, maar als je zo zonder enige onderbouwing, zonder enige argumentatie voorbij gaat aan een advies, niet van een voetbalvereniging of wat dan ook, maar ik bedoel, het is een staatsorgaan. De staatsraad is een staatsorgaan in de grondwet genoemd. Alhoewel dit orgaan natuurlijk geen bindend advies uitbrengt, maar ik denk niet dat je lichtvaardig moet gaan met een advies van zo'n orgaan. En wanneer, want u weet wie allemaal vertegenwoordigd is in de staatsraad. Het bedrijfsleven is daar vertegenwoordigd, de vakbeweging is daar vertegenwoordigd, alle oppositionele partijen of alle politieke partijen in het parlement, die hebben daar een vertegenwoordiger. En wanneer ze dat aangeven bij meerderheid, dat dit niet kan, dan denk ik dat je als staatshoofd daar degelijk rekening zou moeten houden. Dus daar was er wel enig hoop ervan uitgaande, de verhogingen die waren aangekondigd per 6 maart, dat die, en met name de vakbeweging, Rafaxur, maar ook C47 met overige vakbonden, hebben wij bij diverse gelegenheden aangegeven om diverse redenen dat we dit niet mogen hebben. Ik kan daarop ingaan. Over de onderbouwing en de redenen, maar ik denk dat op dit moment niet relevant is. Maar men is gewoon eraan voorbij gegaan. En nu is de samenleving geplaatst voor een voldongen feit. We zijn nu ermee geconfronteerd. De staatsbesluiten die zijn doorgevoerd per 4 april. En dat is ook een van die dingen, hè, van deze regering. Waarbij de regering stevast aangeeft om democratische rechtsregels hoog in haar vaandel te hebben. Waarbij wetten eigenlijk niet mogen terugwerken. Hebben we gezien dat dit staatsbesluit of de staatsbesluiten die de verhogingen regelen van de IBS-tarieven wel een terugwerkende kracht hebben. Want de verhogingen zijn ingegaan per 6 maart en de staatsbesluiten die dit regelen, die dateren van 4 april. Dat zou je niet mogen hebben. Dat wil zeggen dat de samenleving deze maand, de maand april, de verhoogde tarieven bij de eerstvolgende betaling aan de EBS zullen ze wel merken. Wat zou het verschil zijn als je bij Gwent bij Vivi Barkie? Jawel. Er is ook natuurlijk zoveel misinformatie vanuit de regering naar de samenleving toe, waarbij de indruk wordt gewekt, en dat is het gevaarlijke, alsof de samenleving geen pijn gaat voelen. En dat die verhoging best wel meevalt. Wij hebben vanaf meet af aan zeker C47, maar ook de commissie, waarvan ik deel uitmaak, de IBS-tarievencommissie. We hebben minutieus aangegeven hoe groot de impact zal zijn van deze verhoging. En we hebben vanaf meet af aan gezegd, Cliff, ook in uw programma hier, toen we hebben gezegd dat wij als vakbeweging dit niet gaan accepteren, hebben we hier aangegeven dat deze verhoging, het is niet de eerste verhoging, maar het is de zoveelste verhoging, die op ons wordt afgewenteld, dat wij het niet gaan kunnen dragen. Omdat het ingrijpend is, rigoureus is, fors is, ik weet niet hoe je het wilt noemen, maar dit is verschrikkelijk. En de informatie die naar de samenleving wordt doorgegeven, is een van, man, het valt best wel mee. We hebben, en u zult dat zeker hebben gezien, dat de president die ergens voor een bepaalde gelegenheid daar was, is ingegaan op die IBS-tarieven en die heeft aangegeven van, maak niet druk, want, ach, nee, is al wat toespraak. Pijl mij tegen, man, dat keer, no. Oké, stel eens voor, je betaalt 700. Mm. Ja, nou, je betaalde, zeg maar, een 300 of 400.
Nu met die verhoging ga je 700 betalen, maar je krijgt een korting van 400. Ja, ik neem maar, wacht even. U mag weer daaraan kijken en hoe, wat dit in strijd is met de waarheid. Hè. Dat is misleiding, hè? Dit is echt misleiding. Omdat, laat me aangeven, één, die korting die wordt gegeven aan de verbruikers, die korting geldt ook conform staatsbesluit geldt slechts voor de komende 3-4 maanden. Per eind juni is er geen sprake meer van korting. Dus die geeft een korting tot een maximum van 400 voor verbruikers die een verbruik hebben van 0 tot 900 kilowattuur. En ik heb het hier meegenomen, staatsbesluit. En daarmee wil ik aangeven dat wat de president hier verkondigt, dat bezijdens de waarheid is. Iemand die 0 tot 150 kilowattuur per maand verbruikt, die krijgt op het verhoogde verbruik, want dat is behoorlijk, we praten over een tariefsverhoging van meer dan 100%, krijgt die een korting van 85 SRD. Verbruikers van 141 kilowattuur tot 300 kilowattuur per maand, die krijgt een korting van 150. Van 301 tot 440 kilowattuur per maand, die krijgt een korting van 225. Van 451 tot 500 kilowattuur per maand, die krijgt een korting van 300. En iedereen die meer dan 500 kilowattuur per maand gebruikt tot een maximum van 900 kilowattuur, die zal een korting krijgen van 400. Dus het is niet waar dat iedereen een korting van 400 krijgt. En overigens is die korting van tijdelijke aard tot en met de maand juni. We leven nu in april, mei, juni, over 3 maanden. Dan ga je de volle laag moeten betalen. En vervolgens gaat die verhoging, want dan krijg je dus de eerste verhoging, maar dan krijg je dus 4 gefaseerde verhogingen van 7% on top of that. Echt wel. Kijk, dit is klare taal. Maar waarom ik aan het amankwe? En een van de aspecten wat ik eerder aangaf, van dat dit is onbehoorlijk bestuur om dit staatsbesluit terug te laten werken naar 6 maart. Het is 4 april is het gepubliceerd, getekend en het werkt terug. Ik ga u een voorbeeld geven. Ik zit in de Nationale Loonraad, waarbij wij verantwoordelijk zijn om de regering te adviseren met betrekking tot een minimumuurloon. De wet minimumuurloon geeft aan dat er per 1 januari er een nieuw minimumuurloon moet zijn. Door tal van redenen is het vaststellen van een nieuw minimumuurloon door de regering gestagneerd en is pas per 15 maart is een nieuw minimumuurloon ingesteld. Buiten de schuld van de mensen op wie een minimumuurloon van toepassing zou moeten zijn. Want dat zijn niet die mensen die een minimumuurloon voor zichzelf vaststellen, maar de regering heeft die verantwoordelijkheid uiteindelijk. Cliff, daar heeft de regering niet gezegd van dat de wetswijziging, het nieuwe minimumuurloon, zal terugwerken voor de arme mensen naar 1 januari. Nee, de ingangsdatum is 15 maart. Omdat het voor 15 maart de wet is goedgekeurd en de beschikking van de minister is gepubliceerd, van minister van Arbeid. U ziet die inconsequentie. Dus dat is een van die dingen. En kijk, dit mogen we niet hebben. Niet omdat we erop uit zijn om onrust te creëren in de samenleving. Vandaag hebben wij als C47 nog met de gezamenlijke vakbonden vergaderd. Nu het duidelijk is dat we geen illusies hoeven te maken of die verhoging wel doorgaat of niet. Waren jullie naïef? Nou, naïef zijn we niet. We moeten doen wat ons te doen staat. Toch? Als anderen hun verantwoordelijkheid niet kennen, dan mag dat niet in onze schoenen geschoven worden. Maar dat is op zijn hoofd. Nou, in ieder geval voor ons is het duidelijk dat wij hier tegen gaan verzetten. Dat is duidelijk. Er komt een protest.
we zullen gepaste maatregelen aanwenden. Eén, en nogmaals, ik heb aangegeven dat we niet erop uit zijn om onrustig te creëren in de samenleving, puur vanwege het feit dat de koopkracht van de werkende klasse zodanig is geërodeerd, zodanig is gehavend, dat we niet in staat zijn om deze forse verhoging te dragen. Kijk, we moeten in dit land, Cliff, niet hebben dat los van alle armoede die we hebben in dit land, voedselarmoede, allerlei mensen kunnen zich niet goed kleden, maar dat we on top of that een inertiearmoede gaan introduceren. Dat een heleboel mensen straks in staat zullen zijn om hun stroomrekening te kunnen voldoen. En dat ze in het donker komen te zitten. Dat kunnen we niet hebben. Wat dus aan de andere kant nog meer ruimte biedt aan criminelen. U begrijpt het wel. Dat nog meer demonstraties. Er is geen ruimte voor de arme mensen om nog verder te bezuinigen op elektriciteit. Het enige wat er hun rest is dat wanneer je niet kan betalen. Want uiteindelijk moet je eten. Je gaat die prioriteiten moeten stellen. Dan ga je in het donker moeten zitten. Dan ga je met kaars en kokolampoot moeten doen. Maar die is in ieder geval de achterban, de lidorganisaties van de vakcentrale C47 en ik neem aan ook de andere vakbonden. In ieder geval die van C47 heeft het besluit genomen op de Assemblee van de Arbeid om alles in het werk te stellen, alle ons ten dienste staande middelen aan te wenden om deze verhoging aan te houden. Dan wel ervoor te zorgen dat er dusdanige loncompensaties worden gegeven aan de werkers in het land en alle anderen die hun in staat moeten stellen om deze verhoging te kunnen betalen. Dus die twee zaken. Op dit moment, zoals het nu ligt, en u ziet dat de regering elke dialoog met de sociale partners en deze, dus de vakbeweging, omzeilt, vermijdt. Weet je, rest ons niets anders. Er gaat vandaag of morgen gaat een schrijven naar de regering met een ultimatum, waarin wij dus 2 weken de regering de gelegenheid geven. En als wij geen gehoor krijgen, dan ben ik bang. Want wij kunnen niet anders doen dan te handelen conform het besluit van de leden. Ik zou ze 1 week geven. Ja. Ja, maar goed. We geven ze ruim de tijd nogmaals om tot inkeer te komen. Ja, we geven ze al 3 jaar de ruimte om tot inkeer te komen. Maar dat heeft niet aan mij gelegen, Cliff. Dat heeft niet aan mij gelegen. Oh. Dat heeft gelegen aan de mensen die deze regering hebben. Ja, dan moeten de mannen tot inkeer komen. Maar goed, oké, nee, dat usabi. Dus de regering krijgt de ultimatum van 2 weken. Na die 2 weken gaat C47 ze bombelen. Dan gaan we het land platleggen. We gaan vakbondsmiddelen aanwenden om kracht te zetten bij onze eisen. Ja. Omdat dit gewoon weg niet kan. Niet kan. Toch? Je dan nou, if je verhoog je, neemt tegen me dat er van mijn payamo niet toe. Dan moeten ze over de brug komen. Oké, okay, hier is duidelijk. Daarant, thanks. Heb, voorzichtig als je in de auto zit, niet met gewoon gesloten rijden. Dus ja, goed. Net wat ik eerder zei, je bent nooit voorzichtig genoeg. We hebben gezien die beelden van die mevrouw die haar poort aan het sluiten is. En dat soort toestanden, ik bedoel, ja, je wordt gewoon weg huiverig van. Dat die man dat ging bezuinig, ook toen hij van ja. Ja, dan mag ik de luisteraars groeten en toestemming vragen om mee te vervolgen naar andere verplichtingen. Oké, okay, succes. Dankjewel. Ja, dank je. Dan aan Dwarka die prachtig dat hij gekomen is, want hij was heel ver. En hij is toch gekomen, dat stel ik op prijs. Ja, je rijdt voorzichtig. Mijn beeld zit hier vast, jongens. Ik weet niet hoe dat komt. En daar zit mijn andere gast, die heb ik gevraagd als hij wat. Hij zit vast soms. Als hij wat, kijk, ik heb nog Dwarka hier vast. Ik vroeg aan de eerste gast, moet je een beetje gember? Is op zo'n reis, je actie was maar even als maar wanneer was aan. Maar je hoop als maar dat niet.
Want ik heb zo weinig nog over. Dus ik vroeg hem, moet je wat gember? En hij zei, ja, maar ik zei, dan moet ik hem geven. Klara, dat mijn gember, ja. Ja, want hij mafajari. Ah ja, mijn mafajari. Ja, gelukkig. Ik heb in de studio, meneer. Wat is dit waar? Leendert. Pokorni. Nou, dat kreeg je niet, want die was een collega jaren terug. Ah ja, SRS. SRS. Nee, SKBC. Oh? Ja. Oh ja, 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 ja. 1993. Meneer Leendert Pokorni, die heeft mij gezegd, Miwan Kontaki. Met dat Iwan Kontaki over zang. Dus ik stel de vraag weer, over zang. Iemand de kijkers en de luisteraars zullen. Een goedemiddag, kijkers, luisteraars. De inleiding van daarnet is maatwerk. 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 De uitspraak op Onafhankelijkheidsplein gisteren, maatwerk. Van halal politiek. Oei, helemaal. We moeten naar halal politiek. Ik heb mij de pleuris gewerkt om me voor te bereiden voor deze middag. Zo. En het werd me zo in de schoot geworpen. En je bent ook jarig. En ik ben op, nee, maar dat is een andere zaak. Mm. Op mijn jaardag, ik mag wel gefeliciteerd worden, maar ik geef terug. Ik ben een gever. Mm. Het beste wat ik heb, in mij geef ik dan op mijn jaardag weg. Voor niets. Oké. Ik heb het gehoord, ik heb het gelezen, ik heb erover nagedacht, waar ik straks op terugkom. Ik wil namelijk praten, en daarnet met meneer Dwark als het ook weer duidelijk. Over de criminaliteit. Over de criminaliteit. Je bent ook beroofd. Nee, ja, ik ben ook beroofd. Op de koop in mijn eigen straat. Vertel. Voor mijn deur. En je bent in de zeestraat van de... Hortensiestraat. Ja. En ik ben naar de winkel gelopen. Is dat zeestraat van de Zonnebloemstraat? Zonnebloemstraat, ja. Ik ben naar de winkel gelopen. Ik had een ketting aan, een t-shirt. Ik keer terug, ik ben gespot. En een kleine jongen krijgt de opdracht om mij te beroven. Springt op me af, rukt die ketting en rent. En een andere oudere, zogenaamd Molontje Singh. Nooit Anokje Singh. Want hij heeft de opdracht gegeven. Hmm. Die ketting was een erfenis van mijn pleegmoeder. Weet die Botoketti. Hmm. Gewoon. Dus ik trok het niet aan, maar ik had gewoon zin, man, kom weer eens aan even her, weg. Want of je een uur later gaat zoeken, en het kan je het niet meer vinden. Want het is naar de middenstad gegaan, waar men goud opkoopt. En het is al gesmolten. Hmm. Is cash money. Dus goud aantrekken is pronken om problemen te krijgen. Nee, maar meestal heeft je hard, denk je dat die mloek boem. Ook, nee, maar, wat ik zeggen wil. Sanomiti. Nee, maar, die was. Nee, Amandi Tekeng, of die wekom. Afvoerman. Na monama afvanodu, vanwege die onregelmatigheid in ons land, wat budgetteren betreft. Mm. Er zijn te veel aanvallen, miscalculaties. Het volk is er niet optimaal bij betrokken, wat meneer, die meneer van daarnet duidelijk heeft aangegeven. Mijn punt is er in Suriname sprake van een scheiding tussen kerk of geloofsgenootschap of geloofsvereniging en de overheid? Is een heel belangrijk ding. Want die overheid doet haar uiterste best om law and order te bewaren, te bestieren, maar het zijn de verenigingen, de kerken, moskeeën en andere plekken die ervoor zorgen, geloofsgroepen, die ervoor zorgen dat in de basis die mens waarden
en normen wordt bijgebracht. Dat is geen overheidstaak. Maar ik zou ook niet op de overheid, vooral deze die rekenen daar waar het gaat om normen en waarden. Maar moet je dan zeggen, als je zegt van het is een belangrijke taak, rust op de schouders van de geestelijken. Kan je dan zeggen dat ze gefaald hebben? Nee, de geestelijke niet. Het is een duidelijke taakverdeling, maar daar ga ik lang naartoe. Voor overheidszaken is des overheids en dat wordt gefinancierd door de belastingen. Je moet de dingen in balans houden. Oké? Die innerlijke mens, die groei van die mens, die bestemming, dat wordt geformuleerd in de kerk. Of elders. Een grote man heeft eens gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Macht. Het gaat om het macht. Je ziet een uiterste macht bij regering na regering. Niet alleen hier. Een misconceptie, want we zijn democratisch. En wat is democratie? Democratie houdt het midden tussen anarchie, Dusaiwani, en dictatuur. Hoor je me voor. Dus het bengel daartussen. Dus op bepaalde momenten moet je streng optreden. Niet al te streng worden bij die dictatuur. Maar aan de andere kan je het ook niet zijn gang laten gaan. En wanneer Asiana en andere plekken, wat je zo hoort, achterstand dit, achterstand dat. Nu zijn het de RGD, mm-hmm, ook weer achterstand en dat soort van. Het zijn mensen die het veroorzaken. Wie onderhoudt die mensen? In welke verenigingen zitten ze? Dus vereniging, dat bedoel ik breed. Want ik wil het niet hebben over kerken. Want Suriname is een veelkleurig godsdienstig land. Het moet ook zo blijven. Het is een unicum in de aarde. Op aarde, maar we hebben het nog niet goed geformuleerd, namelijk die scheiding tussen mijn en dein. Dit is net overheids. Ik hoorde Karel het gisteren roepen. Hij is voorzitter van de EBG scholenorganisatie. De overheid, opvoeding, is ook een taak van de overheid. Maar ze komen er niet helemaal toe. De kerk is ook bezorgd om haar leden, dus verschillende groepen. Senatum heeft ook eigen scholen, die heeft ook eigen scholen. Voor onze toekomst, want het is weer algemeen belang, want die kinderen, de producten, zijn je levert af voor de samenleving. Dan mag de kerk een duidelijke plaats krijgen, moet het een duidelijke plaats krijgen, en dat is dan de scheiding tussen kerk en staat. Ik probeer het dan even zo te houden. En waarachter kom ik? Ik kom achter het volgende, dat wij praten over koloniale tijd en kolonialisme en dat soort van toestanden, maar het is nog levensgroot in Suriname, aanwezig in onze instituten, in ons denken, in onze opstelling. Wanneer nu de staatsraad een bepaalde mening heeft, de president heeft een bepaalde mening, of die heeft een andere mening, dan zie je wat er gebeurt. Kijk, wat hij net gezegd, ik ben het volkomen met hem eens. Is een ordinaire overval. Macht is een mogelijkheid. Is een mogelijkheid voor 4 jaar of voor 5 jaar. Is een mogelijkheid. 1 keer, minister. 1 keer dit. 2 keer, burger. Voordat je op je stoel ging zitten als je burger. Wanneer je moet afdienen, ben je weer burger. Once a man and twice a child. Dus hoe, and everything is just for a while. Dus ook uit eigen leefbehoud, gezinsbehoud, familiebehoud, kan je geen capriolen gaan uithalen. Want morgen zit je er ook mee. Ik weet niet wat er eigenlijk gebeurt. Of men dan gedrogeerd is, dat men alles laat gaan. Dat kan. Dan praten we over macht. Mm-hmm. Want weet je, macht is atranga atai. Macht. Nee, nou een okasi i abi voor 3 akondre. En nou een makti abi. Makti, dan een dictatuur. Want dan ga je dictatoriale neigingen hebben. En ook dictatoriale dingen doen. Door, Meshideng. Niet eens te kijken, dat is het advies van de staatsraad. En dan zijn die verenigingen er
daarvan, daar, de vakbeweging breng ik ook daar, die gaan dan bepleiten, die gaan voor pleitbezorging, om die kudde bij elkaar te houden. Want de interactie tussen de leiding van de vereniging, of die groep, is elke week, heeft men de gelegenheid om de gang te maken naar een plek waar er onderwezen wordt. Wat doet de overheid op dat punt? Een vak bijvoorbeeld in het onderwijs moet verplicht gesteld worden. Lagere school. Wellevendheid. Nooit van gehoord. Dan gaan we olie vinden. Dan gaan er buitenlanders komen. Nee toch. Die Surinaamse aard, die Surinaamse gezindheid. Waar is het? We moeten dat aan bouwen. Anders worden er vreemdelingen buiten eigen land. Mm. Want die vreemdeling gaat met zijn normen en waarden komen. Waar we geen tegengas kunnen bieden. Dus op een gegeven moment loop je hier rond. Maar alles is, weet je, de way of life. Mm. Vandaar dat ik pleit ervoor dat er nu eindelijk gezeten wordt om na te gaan. De scheiding, de verhouding, of het samengaan is misschien beter, van kerk, met kerk bedoel ik dan, het zit nou iemand in mijn mond, dus ik weet niet. Maar je bedoelt ook de hoofd van getuigen. Dus allemaal hebben een bijdrage, want ze hebben hun volgelingen. En hun volgelingen zijn Surinamers. Het zijn geen mensen die anders zijn. Het is een Hindoe, het is een Ariër. Is een senaat en darm. Wij zijn Surinamers. We gaan het land verliezen. We verliezen het land. Of wij zo doorgaan als vandaag. Gisteren was die tweede verrassing. Toen ik Bronte hoorde. Ik zeg Bronte uit respect. Omdat ik ook een andere verhouding met hem heb. En daar begint het al. Hè? Want Bronte voor en Bronte na. Bronte tot aan Bronte. Dat is weer Surinaams, weet je. Wanneer je halal aanhaalt om aan te geven, om van daaruit een stukje balans te brengen, geen beloftes doen en dat soort van toestanden. Dan zeg ik, Bronte, je hebt gelijk, maar je hebt één ding niet door. Je bent politicus. Is een feest of een gedenkmoment binnen de islam. Dan moet je weten dat je dit niet kan veralgemeniseren. Dan moet je die andere leenwoorden ook gebruiken. Aanhalen. Want in alle gemeenten, alle secties, alle groepen, is er ook zo'n instituut waar je niet mag jokken, waar je niet mag beloven. Weet je, maar niet exclusief alsof het alleen de islam is. Maar het is Eid al-Fitr dan, dus heeft dat moment het. Ja, nee, dat bedoel ik. Nee, maar je moet het niet verheffen. Ik weet waarom ik het zeg. Omdat ik een broertje dood aan heb. Dat wij, jij, ben je blijven stilstaan bij het feit dat de Hindoe, de islamiet, kerstfeest moest vieren. In die constellatie van vroeger. Waar de christelijke dominantie overgewicht in Suriname hoog was. Alles werd christelijk geïnterpreteerd. Het woord bedaki, ken je toch? Het waren de immigranten, voornamelijk de Hindustanen, die die dag, want er waren vrije dagen, het was een biddag, bedaki. Dus elke dag wanneer de witte man behalve zondag naar de kerk ging, was een bedaki. Dus biddag, vertaald bedaki. Dus zo is men in een bepaalde keurslijf geschoven, waarbij er een verdeel- en heerspolitiek is gebeurd, toegepast, zeer slinks, en het zit nog, het is vastgeroest in onze genen, in onze samenleving. En het moet eruit. Ik ben zeer, zeer, zeer blij en verrast dat Harvey Narendorp onlangs zijn memoires heeft laten publiceren. Laat ik beginnen te zeggen, met een kleine slag om de arm, dat hij de enige is, tot nog toe. Wie? Harvey Narendorp. Oh. De enige is
kan mijn leesachterstand kan daar debet aan zijn dat ik het niet helemaal weet. Maar voor zover ik het weet is hij de eerste die ik in hand heb gekregen. Als minister van Buitenlandse Zaken een boek geschreven heeft over zijn buitenlands beleid. Weet je hoeveel schellen van mijn ogen zijn gevallen om te zien hoe de dingen zijn gegaan met Reagan, met dit, met dat, met zo die besprekingen. Heel spannend. En wij als volk, of je het leest, dan zie je tang. Dus anadoja, net dat bepsa. Heb je hem? Je hebt nou olie gevonden. Je buitenlands beleid moet picobello zijn. Het moet niet, het hoeft niet op straat te zijn. Maar het moet gemeengoed zijn van de samenleving. Dat ze op de hoogte zijn. Want dan komen er een hoop sprookjes. Waarheden en onwaarheden. Van Cuba dit, van dat, van dat, van dat. En wanneer het buitenlands beleid. Bijvoorbeeld Cuba. Om maar één voorbeeld te noemen. Niet de militairen of na de coup zijn de Cubanen aangehaald. Nee, na de onafhankelijkheid. Henk Aron heeft de Cubanen binnengebracht. Maar de goede gemeente weet dat niet. Weet je, dan krijg je een soort verkeerd beeld alsof Cuba Guasi is. Maar wat Cuba allemaal op het stuk van Venezuela. En Venezuela, helemaal. Want Venezuela. Carlos Andres Perez kwam bij Aron hier. Ja, oké. Okay. Kijk die koppeling. Die koppeling, want daar ga ik eigenlijk naartoe. Die koppeling was Perez, Aron, niet te vergeten, Wijntuin. Ja, ja, ja. Zo. Die driehoek. Dat betekende dat die banden met christendemocratie. Dus kijk hoe verder het verheven wordt. De politieke partijen die hier in Suriname deelnemen aan de verkiezingen. Met welke denkgenoten in het buitenland zijn ze gekoppeld waar ze overleggen. Waardoor bepaalde dingen die zich daar voltrekken, daar ben je op de hoogte. Maar ook oplossingsmodellen. Je speelt gewoon leentje buur. En dat was de relatie Suriname, Venezuela, Cuba. En China niet zo, want China is ver, maar in onze regio was dat het. En er is Brazilië niet te vergeten. Brazilië is moet de vrede in Zuid-Amerika zeer, zeer hoog houden, want Brazilië grenst aan veel Zuid-Amerikaanse landen. Frans-Guyana, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia. Dat zo gaan we door. Weet je? En ze willen nergens een grensconflict en dat soort van dingen hebben. En ze willen nergens betrokken zijn. Zij zijn degene die rustgevend hier bezig zijn. Want Brazilië is ook gevraagd, volgens de gegevens, om hier onze orde te komen wassen even. En ze zeggen, nee, dat kan ik niet doen. Ik kan geen interventie plegen bij mijn buurman. Maar wanneer je macht hebt, dan probeer je je macht weer te herkrijgen, te hervinden. Met andere woorden, er zijn lagen in het bestuur. Zoals het ook is in die geloofsgroepen. Je waren van geboorte, maar dan gaan dingen je aantrekken. Bijvoorbeeld, je bent zachtzinnig, je bent barmhartig, dan ga je bijvoorbeeld hulp verlenen. Dan kies je de richting van, leger des Heils. Ik praat even christelijk. Ben je economisch ingesteld en dat soort van zaken, dan zoek je een andere kerk. Ben je van orde, rust, militarisme, dat soort van discipline, dan heb je een hiërarchie nodig, een opklimmingsstelsel. Dus dan ben je daar, de leek is daar, en dan krijg je de meneer de pastoor, dan krijg je meneer de bisschop, en dan gaan we zo verder, de hiërarchie. Men houdt ervan, zo moet het gebeuren. Is een wezenskenmerk van verenigingen, dus van groepen. Hè? Je hebt ook standen en rangen, en dat houdt het allemaal goed. Maar wanneer je alleen een regering daarboven hebt, en die moet één keer in de 4 jaar vervangen worden door volkswil, door te stemmen.
en dan blijkt het op een gegeven moment dat je geen vertegenwoordigers meer hebt, dan zijn wij bezig af te glijden. En diezelfde mens waarover die regering heeft te zeggen en te oordelen, diezelfde mens zit ook in de kerk. Wat moet er dan gebeuren? Ik heb in Afrika gezien opstanden in the name of Jesus met geweren. Zo marcheerde men op straat. We gaan die kapot maken, we gaan die kapot zetten in the name of Jesus. Het is zeer gevaarlijk waarmee we spelen. De goede kant, laat ik het zo zeggen, wat we met Nederland moeten zeggen, bepaalde ze oncongruentie, die moeten we koesteren, die moeten we omhelzen. Ik heb ook Pakba gevierd. Ik heb ook Idul Fitr gevierd. Want de essentie van moet je pakken. En die essentie komt in allemaal voor. We zijn een heel rijk land. En dat wil ik al meer dan 50 jaar. Zou je elke dag Pakba moeten vieren? Hè? Pardon? Zou je elke dag Pakba moeten vieren? Nee, dit is het. Er is toch ook een overwinning van het goede over het kwaad. Ja, er is toch ook een dag geweest van Pakba. Toen Pakba viel op Goede Vrijdag. Pakba. Het was. Maar het is gelukt. De wereld zat erbij en keek ernaar. Hoe lossen ze dit op? Pakba was op een dag op Goede Vrijdag. Ja, ja. Ik weet niet welk jaar meer. Maar ik heb het meegemaakt. Ik was in Suriname. Iemand vroeg zich af. Maharvi Narendorp of Henk Herrenberg? Over dat boek. Ik heb één woord niet genoemd van het boek, de titel. En de titel zegt alles. Mogen zoeken, hoe heet het? De onbedoelde samenleving. Tegen die achtergrond praat ik. Wij in Suriname zijn een onbedoelde samenleving. Ik herhaal. Onbedoelde samenleving. Dat is de uitkomst van die kolonialisme. Een roofzucht van het buitenland, Europa en Amerika. Zo heet dat boek? Ja, zo heet het boek. Maar wat zoek je? Nee, in Ovenning. Het is uitverkoop. Nee, ik ben een van de weinigen. Nee, het maakt nog. Het boek van mij is op tournee. Is van haar Narendorp? Hij van Harvey. Maar het is de moeite waard. De onbedoelde samenleving. De onbedoelde samenleving. Waardoor je dingen ziet die dichtbij zijn, die je zelf hebt meegemaakt. Dan zie je nou wat de achtergrond was. Waarom het doorgegaan is, waarom het niet doorgegaan is. Pe om zo'n nai olo, pe om zo'n nai olo. Wat bla 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 was. En dat zijn geschriften waar wij veel tijd en geld voor moeten uittrekken. Want zo voed je jongeren op. Je moet ze ook die tools in handen geven. Want mijn geschiedeniskennis, tot op zekere hoogte, was wat ik op de lagere school, de middel had geleerd. Meer niet. En wanneer je ouder bent, dan ga je die lijnen zien. Dan zie je, er is niets veranderd. Vandaar dat het gereviseerd moet worden, moet goed nagekeken worden. We gaan nog een nieuwe verkiezing. We hebben weer de volgende verkiezing. Wat gans anders zal zijn voor het eerst in Suriname, het bestaan van de Surinamer, dat hij op deze wijze gaat stemmen. Zijn stem geldt. One man, one vote. Je stemt voor je toekomst. Je kiest voor je kiest niet voor een partij meer. En dan ga je die partij die de juiste mensen voordraagt, of die man of even één man door ook, dan ga je op hem stemmen. Dat is dat ding. Het is jouw keus. Het is bewuster dan meegaan met de flow. Die tijd is voorbij. En wanneer we nou zien wat meneer Dwakker net heeft gezegd, wat er nu gebeurd is met die dingen, dan zie je, die oude swing is weer gebeurd. Minabas, met bepaald. Nee, overleg. En nogmaals, overleg om te komen tot een consensus. Want Suriname, we zijn zeer, nogmaals, zeer rijk. Zeer rijk, omdat wij in Suriname de optimale gelegenheid hebben om aan wederzijdse bevruchting te doen. Wat de Surinamers in Nederland nu problemen geeft. Ze kunnen daar niet aan wederzijdse bevruchting doen, omdat Nederland het niet
open genoeg is. Laat ik het, laat me het anders zeggen. Ik constateer in Nederland, gezien ik er op een bepaald niveau gewerkt heb, een paar, ik verdeel Surinamers in groepen. Je hebt de susus. De susus. Surinamse Surinamers. Amai nyatingi fisi in winter. Amai bormasala tinga hergang in winter. Die man woont in Suriname. Die man eet alleen maar Surinamse groenten en dat. Peperduur. Susus. De tweede categorie is de netsus. De dat je draait in tongen heer die. Moet je eens kijken. Zo gaan we verder. Nou, ik. Schep hou zin even begin bij die. Ik heb hem. Dus dat hoe lastig bij. Make that go. Maar met diep leedwezen maak ik bekend. De grootste groep zijn de frusjes. De gefrustreerde Surinamers. Ze zijn nog daar, nog hier. Want die weten het beter wat hier moet gebeuren. Op een afstand. Die frustratie. Ze zouden graag hier willen zijn. Graag willen deelnemen. Maar om hun moverende redenen zitten ze daar. Ik kijk naar de live. Ik vraag. Tot welke categorie behoort u? Tot de Friesjes. Welke categorie? Nee, de mensen die kijken vanuit het buitenland. Bent u een Susu, een Netsu of een Friesje? Ja. Nee, is een persoonlijke vraag. No, we're going out deepie. Is een persoonlijke vraag, is geen groepsvraag. Herken je jezelf, wie, wat ben je? Ben je gefrustreerd in Nederland? Leef je als Surinamer in Nederland? Of leef je als een Nederlander in Nederland? Je gaat wintersport, je schaats. Nee. Men neemt aan veel dingen niet deel. Omdat dat buiten jouw scope valt. En of deze mensen nou terug willen keren. Terug willen komen. Nou, we gaan even naar het apenland. Look wat moeilijkheid. De koloniale naweeën zijn verschrikkelijk groot en veel. Dan ga ik nou even terug naar Bronto. Bronto is opgegroeid in Rotterdam. Hij is islamiet. Is een man van de grassroot, zoals ik hem aanvoel, de omgeving waar hij gewoond heeft. Dan zeg ik, hij verstaat de taal. Dat hij gisteren niet vergelijken, want eerst ben ik geschrokken. Zeg, Sanaboy, ik zeg even zo, omdat hij daar niet als minister, maar binnen zijn geloofsgroep, vandaar dat ik de brutaliteit heb om het zo te benaderen. Zeg ik, nee, maar werkelijk, Aboy Abletti, want dit wat Bronto gisteren gedaan heeft, gezegd heeft. En dan moet u niet schrikken wanneer je de geschiedenis van de kerk kent, met name de evangelische broedergemeente, zo niet de Hernutters, dan is een van de adviezen van de oprichter van de evangelische broedergemeente, graaf van Sinsendorf, zijn voornaam ben ik even kwijt, van Sinsendorf, die man heeft gezegd, luister, ga naar elke geloofsgroep. Ga ze bezoeken. Zit op de laatste bank. Luister goed. En neem al het goede wat je daar hoort of meemaakt mee en breng het naar ons. Dat is die wederzijdse bevruchting. De EBG heeft die potentie. Is ook zo opgevoed. Die eye-opener probeer ik nou weer te geven. Let erop. We zijn breed. We kunnen breed gaan. En het breed gaan moet ook gevolgd worden door de Hindoes. Door de islamieten, want naar tijd, plaats en omstandigheden. Je wordt er niet ongelooviger door wanneer je niet die regel gaat toepassen. Bijvoorbeeld, ik neem kerst. Kerst met die, hoe heet dat ding, die topjes die die mensen aantrekken. De redisani. Maar dan nog maar, sneeuw neer van onja. Begrijp je? Dus gewoon, niet kritisch. Texan potaïde, nee! We hebben Surinaams eigen. Weet je, het eigene. En we zijn rijk, rijk, rijk. Gisteren kan ik even iets kopen. Ik heb cassave gekocht.
Ze zijn op het gekomen. Oh! En hun die staan, Surinamer. Of wat is het Surinamer? Oh, meneer. Heer Herrie. Met tactiek. Tiek. Heer Herrie. Dat naam, man. Dan voel ik me Surinamer. Hoe heet die? Gerrit Baron. Heeft het heel goed verwoord in zijn gedicht. Je kent het toch? Ik zou niet kunnen wonen ik zou niet... in een land dat met is... alleen maar Chinezen. Bingo. En alleen maar Blagamangs. Zou je misselijk voelen. Toestanen, ja. En Javanen. Ja. En dat is de proclamatie van gisteren. Onomus le moro. Maar ik moet er wel even aangeven waarom de islam toegekomen is. Het punt is dat de islam, haar wortel, haar ontstaan, is in de Afrikaanse religie, traditioneel Afrikaanse religie. Hou dat vast. Eén ding zeg ik nog ervan. De eerste mens in ons soort, Atibon in ons soort, een fossiel is gevonden in Tanzania in 1975. Het was zoveel miljoen jaar oud. 1,6 miljoen jaar of 1,5 miljoen. In onze soort. Want er zijn mensen voor ons geweest aan een andere soort. Ander schedel, ander herseninhoud. Daar gaat het nou niet om. Toen begon men met de verwondering van alles wat om zich heen gebeurde. Dus je omgeving gaat jou inkleuren, gaat je dan ook antwoorden geven. Tot op heden zeggen wij wereldwijd, de zon komt op, de zon gaat onder. Daar... Dat klopt natuurlijk niet. Nee, het klopt wel. Voor wij, toen... Wij draaien. Nee, oké, begrijp je wat? Zie je hem? Maar wat niet dat het een bol was, het was vlak. Dus het gaat onder de aarde. En ontzettend veel is daar nog van afgeleid in ons dagelijks handel. Daar ga ik eigenlijk naartoe. De winter met kerstboom en die en dat en dat. Want alle rommel in de winter ging, voorwinter, ging onder de grond. Mensen werden ook daar begraven. Dus dat is de duivel. Dat is Hades. Moeilijkheid. Takruzani, Dotsani. De asom egwa ondro, nee, ik kan lok toe, dan maak ik sa jumfaya mooi, 6 uur maar gratis. Kolke voor konta man no. Kolke voor konta man, maar wacht die. Tida, atam timoro langa. Wacht, atam timoro shatu. Dat zijn wel in Europa die korte dag, lange nachten. En dat spel heeft bij die mens de verwondering opgewekt van het grootste. En de verwondering krijgt dan een naam. En welke naam geeft de plaatselijke naam? De een zegt God, de een zegt Vishnu. Maar het is diezelfde gewaarwording vanuit die mens. Dus er is geen verschil in godsdiensten. Het is die inkleuring. Ik ga naar halal. De Arabieren nu, toen, na het christendom... Die waren handelaren. Ze hadden geen taal. Ze hadden geen cultuur. Dus longoso. Dus kriskras door Afrika. Dus West-Afrika, Midden-Afrika. Mohammed, de grootste verdienste van Mohammed is dat hij de Arabieren een taal heeft gegeven. Een schrift heeft gegeven. Een identiteit heeft gegeven. Een cultuur heeft gegeven. En zo kun je doorgaan. Dus de islam is een alomvattend stelsel tegen wat er voorheen was. Want dat bood geen soelaas. Hetzelfde zouden we vandaag ook moeten doen in Suriname. We hebben verschillende ingrediënten. Weet je? En dat moeten we gaan samenbundelen. Dan krijg je een Surinaams approach. Waar je RK trekken ziet, je ziet EBG trekken, dit doorzo, Sinineti, dit, weet je. Dat is Suriname, dat zijn we sterk, dat hebben we een identiteit. Wat ergens, een Nederlandse kolonie. En dan lopen ze even langs de Fortselandia of ergens. Ja kijk, hier hebben ze gezeten. Nee, per onde.
naast Torarik of in de buurt van Torarik of daar, want Paramaribo bijvoorbeeld is afgeleid van Parmoerbo. En Parmoerbo was de duiding van Bloemenstad. Pedembromchide is een cultuurgoed. Dus zoek een plaats in die binnenstad, na Fort Zelandia, na Storarica of zo. Zoek een plek en ga daar die bloemen die we de Franse panen. Klef, hoe lang geleden is die van Franse panen? Of van balsemien, of van hortensia. Zo kan ik doorgaan. Om die dingen weer, want die dingen zijn nog links en rechts. Dan ga je het weer veredelen. Toerisme is een juweel. Kijk die plantjes, die oude plantjes. Want dat is eigenlijk het paradijs. Paradijs is een verzameling van planten. Wanneer de koning op reis ging, dan kwam hij terug. En dan als bewijs dat hij naar een ander land is gegaan, nam hij zaden en planten die hij niet in zijn land had. Dat werd geplant. Dus dat was zijn visitekaart. Dat was zijn verslag. Ik ben weg geweest. Zo, we hebben hier zoveel, vandaar dat ik pleit, laten we ons bezinnen. Unolasi, bananga manieri fo, me bepaal, me etaki. Vergeet het, stop dat ding radicaal, nosozanopsa. Want die mens heeft ook een inskasseringsvermogen, maar noteer jongens maar toen si langa. Noteer jongens maar toen si langa. Maar zo langa dan. Ergens is er ook een groggy. Dus wat ik nou probeer te doen is op ai etang. Maar ik wil even een vraag stellen, want je hoort mensen ook zeggen van joh, agestelijk akondre tai. Juist. We naar Lusu. Agestelijk. Juist. Iedereen is zo'n beetje. Lethargie noemt men dat. Niet te moeilijk hoor. Atai en misapatai de mintakino. Atai na a koloniaal situatie. We denken koloniaal. Adenu tonton. Un wasempuru. Un pureng. Nederland. Had niets. Heeft niets. Look voor de job nog een gas. Dodede. Benedede. Look hoe kamalama zijn met denk. Omdat ten principale Nederland geen grondstoffen heeft. En of ze nou cement in de pijpen moeten gaan gooien, om van Noorwegen te leven. De man nog wat ik al zie koop. Wat de man voor voedsel dan uit? 221 miljard. En dat zijn zijdelingse opbrengsten van de beurs. Heet hij? Sunter heeft het uitgerekend. Heeft men uit Suriname gezogen. En oh my god, Amy, kom maar. Kom maar. Zo wat ik dat die. Ik tik de man. Het is onfatsoenlijk. Maar wat die? Wees het kom. Wij moeten het Surinaams besef, het Surinaams gevoel. Dat moeten we nou hebben. Nederland heeft nu als adagium eigen volk eerst. En wie en wat is eigen volk? Die blanke. De rest is bijgehaald. Is entourage, is versiersel. En je wordt op een heel nette manier uitgekotst. Weggesloten. Laat ik het zo zeggen. Het is geen mooi weer. Dat hier moeten we investeren. Maar bij ons is het een stukje makkelijker, hè, want we hebben hier verschillende groepen. Nee, dan is het moeilijker. Maar ik heb een beleid moeten doen van allemaal. Dat is het probleem. Toen heb ik dat ding gezien. Turken, Marokkanen, Tunesiërs, Surinamers, Ghanese, Nigerianen. Nee, wat een Nigerianen en een Ghanese verschillen toch wel van elkaar. Weet je, dat. Dan komen we naar Zuid-Amerika, gaan we naar Azië. Nee. Omdat ze zijn Ghanur de hele tijd geroofd hebben. En bij elke roof kwam er een stukje mee van die landen. En zo zijn er ook mensen overkomen. Ik kan Bronto helemaal begrijpen. De Javaan
is een van de groepen, volksgenoten, die het laatst is begonnen aan, de ruimte heeft gekregen, genomen, om zich te emanciperen in Suriname. Want Kilstra, die was indoloog in Indonesië, die man wilde, dat was het plan, het is gelukkig niet doorgegaan, om Suriname te Indoniseren of te Javaniseren. Maar dankzij uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, dat het gestopt is, dat Javanen overkwamen. Maar je hebt het ook gezien in zijn strategie. Hij heeft een dat noemen we gebundelde deconcentratie. Eigenlijk mooi. Nooit meer zoals mij bedoeld. Gebundelde deconcentratie. Dat moet je nu zien. Ja, je hebt niet aan die keer. Nu is het niet komen wijnen. Ja, je hebt niet aan koronie. Ternadi. Nou, koron man. Je van Nosalim, Nikeri, Lady Dorp, heeft ook je van. Kamerwijn heeft ook je van. Mungo heeft je van. Alleen Albina heeft geen je van gehad. Dus die gebundelde deconcentratie is toegepast met onder de Javanen en onder de Chinezen. Shena Senna Albina. Aye. Yongna Hewakui Nanikeri. Skoutu, Skoutu, Skoutu. Chilipsi Nakoroni. Zie je? Wongloi Singh na Saramaka. Die gebundelde. Dus het was zo. Arbeidskrachten, arbeidskrachten, arbeidskrachten. Dat wordt dan ook wel bedoeld met het boek van Harvey. Onbedoelde samenleving. Coolies want toe bericht tot slot. Goedemiddag Lembe, ik ga alles in één keer. Ik mag zeggen waar je op wil reageren. Laat wie? Ja, oké. Dat is een pistool. Dat hij? Wij in Nederland voelen ons even gekwetst door zijn uitspraak. Lembo in zijn opsomming van voorbeelden met religieuze tinten hoor ik hem nooit een windy geloof benoemen. En kan hij ons vertellen waar de tal van die taai van die samenleving of land ligt? Want ik ben erg benieuwd. Oké, religie is net zo corrupt of corrupter als politiek. Kielstra hield van de Aziaten omdat ze onderdanig zijn. Daarom werden zij voorgetrokken. Laat ons stoppen met al de religieuze kerken, want het brengt ons nergens. Ik kan Bokorni niet volgen. Hij is onder de indruk van Brontosons speech, terwijl die man openlijk een etnisch beleid aan het voeren is. Hij is geen... Oh, dit is ouwe. Die van Bronto. Ik heb indicatoren gegeven dat men verder gaat nadenken, verder gaat onderzoeken. In een korte tijdspanne kan je niet alle registers opentrekken. Ik heb gezegd, emancipatorisch proces, houd daarbij vast. De Javaan is bezig zich te plaats te veroveren en te emanciperen te midden van. Dat is de bedoeling, dat is de strategie. Over Winti praat ik niet. Nee, wat is Winti dan? Nee, kom nou. Nee, dat was een grapje. ik heb verzuimd. Meer dan deze kan. Ik heb verzuimd iets te zeggen. In 1300, dus Vos Columbus ontdekt Amerika zogenaamd. Want in 1300 was Mansa Musa al, die oudere, was hij al in Zuid-Amerika geland. 1492 pas, vandaar dat Bob Marley en zo, de Engelse kolonie, he is a liar, Columbus the liar. De kinderen in Guyana
krijgen deze lessen op de lagere school. Suriname zwijgt in alle talen. Oké. Okay. Dan Bob Marina, Burning Spear. Ik gooi alles op. Burning Spear nou. Yep. Nee, maar dat heb je afdeel. Oké. Dus gevoeglijk, toen dus mensen geronseld werden, tot slaaf gemaakt werden in Afrika, want Afrika kende een slavernij, in tegenstelling tot die blanke slavernij. Die blanke slavernij legt het accent op leefeigenschap, leefeigenen, lagere school, en Afrika op herstel. Afrika heeft niet zoals wij in ons systeem, Europees en Engels systeem, strafrecht hebben. Afrika heeft herstelrecht. Herstelrecht. Vandaar dat die verzoening in Zuid-Afrika ook zo gelopen is. Herstel van de verhoudingen. Dat moeten we in Suriname hebben om in balans te blijven. Met andere woorden, het Jodendom. In tijd gezien het Jodendom en daarna het Christendom en de islam zijn drie wereldgodsdiensten die stammen uit de traditioneel Afrikaanse religie. Dus over Winti praat ik niet expliciet. Het is gewoon een Surinaams variant van de traditioneel Afrikaanse religie. Het heeft geen bijzondere plaats. Het is evenveel als de andere. En of je hem goed analyseert in de gebruiken en in de dit, naar plaats, tijd en omstandigheden in Europa. Wil je een bijeenkomst hebben, ook in de winter, dan moet je beschut ergens gaan zitten. In Afrika was dat niet nodig. Je komt geen heilige huizen. Dus binnen de traditionele Afrikaanse religie zijn er geen gebouwen of plaatsen waar men bijeenkomt. Hun godsbeleving is eenmaal 24 uur. En zo kunnen we doorgaan. Het is een heel andere boy. Neemt u de moeite om te lezen, kennis te maken, kennis te nemen van de traditionele Afrikaanse religie, dan ziet u wat er gebeurt. In Suriname is er wel een karikatuur van Winti. Want toen die Europeanen kwam om die Surinamers of die voorouders te christianiseren, had hij het glad mis. Want men kende in zekere zin, in mindere mate, hogere mate, het christendom al vanuit Afrika. En het had een component van excommunicatie. Dus herstel, inouaiere, de gratie. Wegwezen. En uit die ruif zijn er ook mensen deze kant opgekomen. Richting Amerika gegaan. In de erge dogmatiek. Ik ga even breed. In de erge dogmatiek. De ontwerper, de ziel van de erge, is een blanke man. De man die de Koran geschreven heeft met zijn hand. Want Mohammed was de schrijfkunst niet machtig. Bilal is een blanke man. Aan de vooravond van die godsdienst, het Jodendom, het Christendom en de islam, waren zwarte de founders. Het is Augustinus, de heilige Augustinus, die heeft die excommunicatie geïntroduceerd in de Erka-kerk. Dat je uit de Erka-kerk gezet kan worden. En het is tot op heden van kracht. Maar dat is een Afrikaanse maatregel ter correctie. Waar praten we over? We moeten die dingen lezen en rustig en niet emotioneel. Want we komen uit één schepper. En die schepper heeft ons niet geschapen met elementen die de ander zal storen. Denk goed na. Er is consensus, er is overeenkomst. Maar omsing moeten openstaan voor de ander. Want ze komen in diezelfde bron. Je gelooft niet in Darwin? Darwin heeft... Oh ja. Je tigrimi.
Momo rondaf. Darwin, naar mijn bescheiden mening, dat ik 2 jaar college gelopen heb bij de filosofie, want dat hoort er gewoon bij. Nou, als je door dan tegen de prof, ik zeg maar, prof, je hebt iets wat men noemt melanina. Heeft, ja, van ja, dat kennen we, bla bla bla. En toen kwam die analyse. Melanine is een stof in de huid, onder de huid, wat de huidskleur bepaalt. Dus van is dan ja, dat min melanine, moro voor moro die vuur. Want mij dat is allemaal doen. Maar dat is uiteraard een grap. Maar spiritueel, en dan kom ik, spiritueel, want dat is mijn specialisatie. Spiritueel dat zeggen dat dit huis van mij is in melanine omhuld. En die omhulling brengt mij energetisch, ik kan geen andere woorden vinden, terug generaties voor. En dat kan die blanke niet. Dus het rationele netjes op een rijtje zetten, picobello, helemaal, maar dat is totu. Pedenomango doro. Dus hoe zwarter, hoe beter. Juist. Dus hoe dieper je terug kan in, dan moet ik dat dan direct ook zeggen, de zielen zijn als eerste geschapen. Dus voor de mensen. Dus op zielsniveau kan je heel diep duiken. De blanke haalt het niet vanwege zijn melanine, om het simpel te zeggen. Maar Freud, Albert Schweitzer, al die mannen hebben in Afrika gestudeerd, hebben in Afrika die dingen geleerd en hebben het verwesterd en hebben het kenbaar gemaakt. Weet je hoeveel bibliotheken ze gestolen hebben, hoeveel boeken, wetenschappelijke werken ze gestolen hebben uit Timbuktu? Dus, wat praten we over? Mensen vragen, is deze man bij jou, Cliff, al in seniorenspiegel geweest? Ja, een tijdje geleden. Jullie zijn slechte limmers hoor, wat hij is. We hebben een seniorenspiegel gedaan dan. Ja, maar nee. Maar toch rond mijn jaardag. Ah, ja. Een jaar of 2 geleden. Volgens mij was het... Vorig jaar. Moet denken. Ergens We moeten afronden. Ja, ik heb er geen moeite mee. We gaan zo afronden. Laten we even die advertenties weer inschuiven. Dan gaan we naar de laatste. Oh, van zo is hij zo gauw. Van? Zo is hij zo gauw. Zal dat niet? Dat na taal voelen moet ook. Dan ben je mijn grandma. Boy, kon je zo is hij gauw. Zo is hij zo gauw. Dat heb ik niet meer bij. Ja. Die vrouw van die geld zijn. Ze hebben hem tak bekaren gehengen, zo is hij zo gauw. Zo is hij zo gauw. Dus wante, voor zich denk je. Terstond. Ogenblikkelijk. Ogenblikkelijk. Nee, maar dat is de rijkdom van onze taal. Meneer, Asafat Talio, werkelijk. Ik hoor mensen niet meer zeggen, toe de roko, dan ga 3 de roko, dan ga 4 de roko. Ja. Ik had 2 versies van. Dat heb die mic weggestoten. ik had 2 versies van. En Winston Caldeira, die Portugees heeft gedaan, mm-hmm, die heeft de nodige correcties aangebracht, de aanvullingen. Maar de eerste was Munde, we zeggen dus Munde. En beginnen we to de Roco. Di de Roco, voor de Roco. Dus 3 delen, man bij Roco. Dus tamangwe voor de Roko, Freda, daman gratikba. Want een paraboto go tena vrouw. Voor drie kom baga, dan had deze gaan mij doro. Die mij kan beetje zeggen. Taman doro, we hebben dat taman doro. Dus na taman doro moet die man. Nee, die mij kan die kan denk ik wat beter. Oké, ja. Dan moet die man gelijk werken. Toen zei je, no poko, het is niet helemaal juist. Maar ook vanuit de slaven is er ook een taal ontstaan waar je kan zien hoe de mensen geleefd en gestruggeld hebben. In Portugal, in Brazilië. Weet je dat Nederland een koninkrijk had onder Mauritius? Was eigenaar van Brazilië, een deel van Brazilië, rond Fortaleza. Weet je dat Nederland, de Braziliaan, heeft geen visum nodig om naar Nederland te gaan? En of in Brazilië woont om... Nee. Dus er zijn nog oude regels. Ook Suriname heeft zo'n regel met de Fransen.
Mm-hmm. Onder Napoleon, er is een wet. Waar is u dan maar zonder visum in? Tenminste, of u dan daar in het land woont en een verblijfsvergunning heeft van de Fransen, mag je gewoon over gaan. Maar ja, nu met EU is het ook al opgeheven, dus dan hoeft het niet meer. Maar een tijdje hebben vele mensen via de Franse kant gebruik gemaakt om te kunnen moven. Op grond van die regel. Dat was direct na de coupperiode, in die periode. Er zijn ook vele gekomen. Oh ja, een van de boeken die ik wil aanbevelen, waar ik ook over gesproken heb, dat was van Harold Yapayou. Kruis en Kalebas. En nu nonsens, boy Podja. Hij is al overleden, dat is mijn schoolvriend. Ah, maar dit boek, dit is mooi, man. Look op zot, nee, schrijf niet op. Harold Yapayou? Nee, in een kaft. If my name is Harold Yapayou. If my name day no kan kiezen. Wacht even. Waar? Ik zie geen naam. Dat kan horen. Harold Yapayou is. If my name is. Is de man geweest van mevrouw Sintja Rozenblad, ja, toch? Ja, ja, ja. Ik sprak nog over hierover met Rappa. Ja. En Rappa zou me een exemplaar geven. Dan is dat gewoon te karappa. Ik kan horen. Ik kan horen. Ik kan horen. Ik kan te karappa. Ik kan te karappa. Deze heb ik bij hem gehaald, want ik moet me even opfrissen. Rabba, als je luistert, dan weet je wat ik heb. Het is een juweel. Het is een juweel. Maar je hebt al aantekeningen gemaakt. Huh? Ja, nou, nee, we zijn highlights. Het zijn highlights. Zo, neem ik bang. Nee, maar ja, het leest prettig. Feitelijkheden, want daar moeten we over praten. Niet over de dosse tories. Hij dan bent rapper dat torretje hier. Dan wordt er aan mij te komen. Wanneer is hij overleden? Een tijdje geleden hoor. Ik zou het nou niet op punt kunnen zeggen. Hmm. Nee. In ieder geval, ik was in Suriname toen hij overleed. Hey. We samen op de steen niet zo gezeten. En daarna is hij naar de Verwijn. Ik ben naar de graaf gegaan. Daarna om Oesterbaka in die padvinderij. Mm-hmm. Dus zo, weet je. Hebben we steeds met thank you very much, man. Maar hij is socioloog. Kirti Algo, ook socioloog, heeft ook geschreven. Maar die heeft een studie gemaakt over het Caribisch gebied. Mm. Is ook zo'n juweel. Lees die dingen, man. Lees niet. Ja, ja. Wat de verhoudingen zijn, wat er ontstaan is. We investeren dan te veel tijd en aandacht aan niet bestaande dingen of dingen die niet meer hoeven uit het koloniaal denken. Zet dat ding af. Bevrijd jezelf van de mentale slavernij, want dat is nog heel, heel, heel diep hoog geworteld. Ja, maar je ziet toch? Een no-no van ja. Een Afrikaan vraagt mij op een gegeven moment: Mr. Bokoni, hoe doen jullie in je land, dus ik bedoel daar in Nederland, if stroom naar daar? Maar ja, dat kennen we niet. Maar dat hè? Amas kreeg hij dus nooit stroom naar voren onder Apayou. Ik had niet aan hem van. Dan zei hij, Amas kreeg hij, dan zei hij, Jere, if zo'n zijn niet zo, als schade aan de kassa, is dat om mijn voordeel deden, die fokkerij en dat soort van dingen. Dat moet dat ding zijn in Suriname, we hebben een stuur meer. Offers zijn gebracht, een deel van onze samenleving heeft offers gebracht. En nu, het moest Allah, nee, gunst toch, is een stukje creativiteit en vindingrijkheid om eruit te komen. De tools en de means moeten we aanwenden. Nu ze moeten in dezelfde richting kijken. Je kan de mensen niet vragen, het volgende niet vragen om belasting te betalen. Je kan de tienden in de kerk bijvoorbeeld, ook zoiets. Je ziet overal dat er scheef groei, omdat die Hollandse kerk, die Hollandse financierder, is uitgevallen. Sinds 75. En we lopen nog niet op eigen benen, financieel. Ik zeg bewust ook, de kerk, kijk wat met onze ziekenzorg aan de hand is. En ook kan onderwijs, en ook kan. Eigen volk eerst. Goed, ompogo. Takitani. Wo jompo. Takitani. Mi welig wan dabo. Dus, nee, maar kisi serefi. Dus, ja, kisi serefi. Dat na li bi.
is een beetje onbeliefd om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar dat goed bal toch. Als je naar links, als je naar rechts. Mm-hmm. Maar hij door. Uiteindelijk. Ja, toch? Goed. Wat zegt u tegen mensen die zo, tot slot hoor, sabe valt moeilijk en bijna de man give up? Ja, maar dat is mijn probleem. Mijn sribi, mijn oom na zondag, de hele dag, elke dag. En dan lukt wel niet uit Suriname alleen, ook uit de metagassan voor Frisjes. Ik hou het nog steeds bij, die telefoontjes die ik krijg, de oplossingsmodellen die ik moet aandragen terwijl ik al een hele tijd weg ben. Ik ken die wetgeving nog een beetje. Hoe komen wij eruit? Het is niet eenvoudig. Dan kan je niet mensen hebben die grappen maken. En dat... Nee, toch. Nee. Laten we eerlijk. Dus die waarden, die deugden, die halal, die reinheid. Want dat is... Nee, maar... Halal, laatste one. Halal is niet een, is geen noviteit. Het woord halal in het Surinaams. Na kasseri. En kasseri komt van kosher. Is een Joods begrip. Dus zo zie je, die ene godsdienst neemt oor van die andere godsdienst. Dus het is niet oorspronkelijk. Grabo, het is een andere bron, dan ga je weer naar Afrika. Ook weer die kosher. Het zijn eeuwenoude instituten en die moeten we hoog houden. Dan kunnen we komen tot een scheiding van kerkelijke zaken, religieuze zaken en staatszaken. Goed, Leendert Pokorny, de gast in deze Baganatori. Op de deze donderdag van 11 april. Bedanken hem. Bedanken ook Cibrano Piqué voor dat gesprek. We gaan eruit. Dat was... Ja, ik ondersteun. Ja, dat was Baganatori voor vandaag. Morgen hebben we dan een fittere aflevering. Tenminste, de presentator, niet bedoeld voor. Nee, denk je niet, wat is mee? No. Met hem uiterste best voor, nee, voor die bagage. Ja, maar je sabi. Nee, wie is mij hoor, bagage, dat doe je sabi. Nee, wat zeg ik? Nee, wat? Die maakt hoor, want nu, en het gaat weer los, ik kom er een andere keer. Ja. Want al die instituten van Jezus, Maria, bla, alles komt in de traditionele Afrikaanse religie. Maar diezelfde functie, en die andere namen, diezelfde plaatje, diezelfde kranigheid. Ja, uiteindelijk. Nee, maar dat is de brand. Goed, we gaan eruit mensen. Nogmaals bedankt voor het kijken. En bedankt voor het luisteren. En we zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. Goedemiddag.